Dus mannen, van een smile. Ik zit in mijn nieuw tentje vanaf het. Altijd leuk voor gaan te vissen. Ik zit hier op Karp Insula. Dat is een complex van vier watertjes voor op te vissen. Van tegen de hectare tot anderhalf hectare. En dan denk je, ja, dat zijn kleine watertjes, maar dat zijn geen gemakkelijke wateren. Want op de meeste van die wateren zwemmen maar 25 vissen rond. De Jelle die je heeft daar speciaal voor gezorgd. Hij wil daar een aparte visserij van maken. Geen gemakkelijke visserij dus, maar elke vis die je vangt is wel uniek. Ik denk echt terug aan vroeger in de verhalen van Redmarpool van in Engeland. Als je die waterken ziet met al die waterlelies, weer, je vindt die alles obstakels. Het is echt een visserij. Nu weggelegd eigenlijk voor beginnende vissers, dus een klein beetje kennis over vissen is hier wel zeker aan de orde. Ik kan bremberen voor op een paar watertjes hier te vis te vangen. Het zal niet gemakkelijk zijn, want ja, de ene keer schijnt de zon, de andere keer regent het, dan valt er weer hagel. Typisch Belgisch weer, het is ook weer kouder geworden. Ik kan toch proberen een aantal visjes te vangen. Mijn head klopte als ik hier aankwam, want het geeft me toch iets. Ook al zijn het geen heel grote vissen, het zijn prachtige vissen. En we zullen wel zien. Voilà, een beauty, een Belly Lake, een Karp Insula. Prachtig water. Niet veel vis op, dus elke vis is uniek. Geen probleem mee. Wij aan de beauty valley. Je komt met hitte, omdat je weet dat is kleiwaterke. Vergelijken met Redmarpool in Engeland. Maar allemaal unieke vissen. En weten dat je maar een handvol vissen op zwemt. Dus elke vis uniek. Voor mij, super. We hoeven altijd een 30 kilo vis te zijn. Super blij mee met deze.